Dag vrienden, dag reviewmaatjes, gabbers en gabberinnen. Nou ja, daar kijken niet zoveel vrouwen. Heel raar eigenlijk. Wat zit er onder het doosje? Wat zal ons Achmedje hebben opgestuurd? Laten we even kijken. Ik ben zo benieuwd. Nou, eindelijk is er een keer iets wat je niet kan eten. Maar wat het wel is, mag Jozef weten. Dat rijmt! Ja, synthetische siliconen pannenlappen. Wat is dit? Oh, het zijn keukensponsjes van siliconen in leuke kleuren. Dat betekent dat je hier dus mee kan afwassen. En ik ben gek op afwassen. Dus laten we dat maar doen. En jullie snappen wel wat er gaat gebeuren. Want dat grapje, dat kennen we nou wel. Ja, 1, 2. Blijf leuk, blijf leuk. Heerlijk. Zo. Moeten we ook iets even schoner maken natuurlijk. Moet ik even wat vies maken, momentje. Ja, het is weer die tijd van het jaar dat we warme chocolademelk met speculaas voor de haard drinken en eten. En dan zit je eventjes televisie te kijken of een gesprekje te voeren met iemand en denk je, wat ruik ik toch? Wat ruik ik nou toch? Rare geur. Het ruikt een beetje naar chocola. Het ruikt een beetje naar brand. Oh, KUT. Ik ben mijn pannetje vergeten. En dan is hij helemaal vies en aangebakken. En aangebrand. En dan denk je, hè, bah, dan moet ik weer afwassen. En laat ik nou hier een afwasstijltje hebben. Een vieze pan. En siliconensponsjes. Krijg je het voor elkaar, hè? Nou, zo is hij dus vies. En heb ik hier een siliconensponsje. Nou, daar ben ik voor gaan meten. Oh, zo gaat het al ietsje beter. Kijk, daar gaat er al wat uit. Ik heb nou niet echt het gevoel dat dit beter gaat. Maar wat dan ook. Met een afwaskwast lag dit er al uit, is mijn vraag. Want kijk, zo hard aangebakken is het nou ook weer niet. Mannen, snokkers, ik moet hard poetsen. Misschien werkt de geel wat beter. Ja. Ah. Oh, ik slaat het pannetje tegen elkaar. Toch best gevaarlijk, hè, zo'n review. Nou, ik weet niet helemaal wat er hier nou zo ontzettend handig aan is. Misschien even de rode proberen. Hè? Die is er ook nog. Nou, schoon is hij. Alles is nat. Is de siliconensponsjes. Zijn gemaakt in Duitsland. En het gekke is dat ik toch wel iemand ben die zegt, alles wat in Duitsland gemaakt wordt, is tenminste van kwaliteit. Dat gaat bij deze jongens even niet op. Dit zou waarschijnlijk dan in de afwasmachine kunnen of zo. Maar ja, lekker belangrijk. Ik vind ook niet erg dat ze heel goed schoonmaken. Ik kan hier niet gewoon heel tevreden over zijn. Ik vind het eigenlijk gewoon zonde van de siliconen. Hè? En ik weet daar toch wel een stuk beter de toepassingen voor. Oh, ik begrijp wel waarom vrouwen hier niet naar kijken overigens. De Duitse siliconen afwasmatjes. Krijgen een laag cijfer. Dat heeft er namelijk mee te maken dat, ja, ik vind het gewoon troep. Ik vind het gewoon onzinnige dingen. Ik snap niet waarom mensen dit zouden willen hebben. Ik begrijp ook niet waarom je die kleurtjes leuk zou vinden overigens. In je keukentje, maar goed, een kwestie van smaak. Maar dan heb je hem liggen en dan denk je, ja, nou ja goed, ik poets me daar helemaal de noga mee. En dan, nou ja, na een half uur is mijn pannetje schoon. Ik zie hem niet. Deze siliconen matjes, die krijgen van mij gewoon een 3. Want dit is, dit is gewoon onzin. Dit had niet gemaakt hoeven worden. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker alles in de afwasmachine flikkeren.